Deze week in Paul. Dit is de MC Karmic D436. Paul wordt mede mogelijk gemaakt door OCI Nutramon en Huisman Gemert. Bouwen in vertrouwen. Hij is moois meemaken en zei, paw, nou dat is deze trekker ook. Dus toen ik hem ook zag, dat was gelijk het paw, die trekker moet het worden. Deze McCormick D436 van Johannes Schipper uit Westerhaar Friesenveense Wijk is voor hem echt jeugdsentiment. De trekker heeft 36 pk en is gebouwd tussen 1960 en 1961. Deze trekker brengt Schippers terug naar zijn jeugd, toen zijn opa precies zo'n trekker kocht. Daarom ging hij op zoek naar de McCormick D436. Ik had eens een keer zo op Facebook gezet van gevraagd een trekker van 436 McCormick. En toen kreeg ik een reactie van een klant van mij, ik ben in het dagelijks leven spermaverkoper. Die berichtte mij van, er staat een hele mooie op internet. Ja, de eerste indruk was heel mooi en helemaal klaar en dat was precies wat ik zag. Er zit variomatic op, dat is zo'n hendel waar je zo naar voren kunt schuiven. Dat hij begint te lopen in de lage giering en halverwege dan stopt hij. Dan vroeger met hooi halen mocht ik op die trekker en dan mocht die hendel naar voren. Dan hoef je niet in de versnelling en dat was de eerste verrichting in wat ik met deze trekker heb gedaan. Soms weer naar de jeugdjaren en daar is dit een onderdeel van, dat je daar met plezier aan terugdenkt. En ja goed, het is een stukje oude techniek ook. Ik ben verder helemaal niet zo technisch, ik ben echt een koeienman. Dus ik denk meer aan koeien, maar ook een beetje voor de hobby, om eens een keer wat anders in het hoofd te hebben. Klein keer op spatbord heb, dan zeg je van hé, daar zat ik vroeger ook. Dus en zo gaan de generaties. Dus een beetje in de generaties denk je soms aan zo'n trekker.